Het is ondertussen 30 jaar dat ik ondernemer ben. Eerst gestart als zelfstandige, dan een activiteit uitgebouwd met een 25-tal mensen die we dan hebben verkocht aan Sage. Dat is een internationale softwaregroep. Wat wij doen met Sage is wij ondersteunen onze klanten, zij het de kleine start-ups, kleine ondernemingen, KMO's, maar ook boekhoudkantoren en middelgrote ondernemingen met onze softwareoplossingen voor CRM, voor boekhouding, voor commercieel beheer en ERP. Wat de rode draad is in die laatste 30 jaar ondernemen en zelfstandig zijn en manager zijn, is de notie people, mensen. Zowel mensen intern, medewerkers, collega's, als mensen extern. Het is altijd onze betrachting geweest om met enthousiaste mensen te werken. Niet met tevreden medewerkers en tevreden klanten en tevreden verdelers, maar met enthousiaste mensen te kunnen werken. Want het zijn enthousiaste mensen die uw merk uitdragen en die er gaan voor zorgen dat je een sterk merk kunt neerzetten. Nu, enthousiaste mensen is gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè, zouden we zeggen. Maar ik denk dat empathie heel belangrijk daarin is. U kwetsbaar opstellen, hè, u in de plaats kunnen stellen van de mensen waarmee dat je samenwerkt, of dat het nu intern of extern is. Een beetje gezonde naïviteit en creativiteit, de zaken die we terugvinden bij start-ups en die we als grote onderneming soms een beetje verliezen. En als we dan toch aangekomen zijn bij de start-ups, en dan kan ik misschien niet zo conservatief lijken, maar ik vind dat start-ups zich in eerste instantie zouden moeten focussen op de waarde die zij willen gaan creëren, op hun idee, op hun creativiteit, eerder dan van in het begin te proberen van fondsen te gaan ophalen. Ik zou zeggen, de mouwen opgestroopt en de voeten in de klei.